When you were born, I told you life was very big and unknown. You'd fall in love, have passions, but now it's 1979 and nothing means anything. 20th Century Women is a film van Mike Mills en gaat over een moeder, Annette Bening, die echt fenomenaal speelt. Echt de allerbeste vrouwenrol aller tijden. Maar goed, een moeder die haar zoon opvoedt en ze heeft nog een soort van dochter en een vriendinnetje van de zoon. En eigenlijk besluiten ze als vrouwengroep om hem samen op te voeden. En het speelt zich af in 1979. Je volgt hoe die vrouwen dat doen, soort van, in dat tijdsbeeld. Ja, Mike Mills heeft eigenlijk in al zijn films een heel goed gevoel voor humor, vind ik. En een bepaald soort kwetsbaarheid en heel veel liefde. Het gaat altijd heel erg over een generatie, dat zie je bij Beginners ook en bij deze film ook. En hoe dat bepaalt waar, hoe je je gedraagt en hoe je je, hoe je leven zich afspeelt. En wat controversieel is of wat bijzonder is of wat wel en niet kan. Je wordt er nooit treurig van, maar het zet je wel aan het denken. Het is, hij is gewoon echt zo goed. Hij doet gewoon dat, hij doet dat allemaal. No matter what the future brings as time goes by.